Een slecht begin, maar een spannend einde, hè? Huh? Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe minigames! Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Eva en wij gaan vandaag minigames doen. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Mag die vakken achter je? Oké, laat maar. Er is heel weinig beest, of heb ik dat nou? Ja, nee, er zijn heel weinig beestjes ook om geluid te knijten zwart staan. Ik moet dat is niet handig. Zetten. Ik hoor alleen maar dat. Dus leuk dat jullie kijken! Druk allemaal alsjeblieft even mezelf op duimpje omhoog, super awesome zijn! Ondertussen ben ik druk bezig, wat ik al zei, met mijn geluid zacht te zetten. Is het gelukt ook nog? Hoppatee. Dan gaan we door met killen. Hoeveel punten heb jij? Ik sta op nummer 1. En ik? Jij hebt nummer 2. Echt? En ik heb nog zelfs aan mijn geluid alles veranderd. Ja, je hebt alles gedaan. Oh, GG. Hoppatee, nou, dat gaat wat goeds beloven. We gaan nummer 1 en 2 worden. Ik hoop het. Dat is de bedoeling. Die koe moet ik hebben. Sla die koe niet, want die koe heeft nummer 1. Klap. Ja, dat is altijd een nadeel als hij dan in één keer nog één slag moet hebben en dan in één keer wegrent. Hoppa, deze is goed. Dit spelletje duurt lang. Oh. Woo! We did it. Ik wist niet eens hoeveel punten ik had, maar dat geeft ook niet. In ieder geval, we hebben nummer 1 en 2. Wie denk je dat er winnen gaat? Oh, jij gaat hier winnen. Vorige keer kon ik winnen, maar jij dacht van, weet je wat, ik blijf staan en ik laat Eva verliezen. Soms moet je ook gewoon blijven staan, hè. Sommige momenten moet je gewoon niks doen. Moet je gewoon gaan staan. Heel veel mensen spelen dit echt ook super stom. Wow, iemand vliegt hier gewoon. Waar? Hier in het midden van de map. Zie je dat? Lol? Nee. Hoe heet hij dan? Ja, dat weet ik niet. Ah, hij is al dood. Hij is dood. Ik dacht al, joh. Dus zul je zien dat hij gaat winnen, hè? Oké. Okay. Deze kant uit. Oké. Okay. Oh, wat? Ik sprong! Nee, joh. Wow, nou, ik heb goed gewonnen. Gedaan, schat. Sorry. Gefeliciteerd. Waarschijnlijk ga jij winnen vandaag. Oh, misschien. Is het weer met... Behalve nu. Oh my gosh. Dit is lastig. Hey, gooi je ding eens weg. Nee. Blijft het erin staan? Oh ja. Dat heeft niet zoveel nut. Wow, mensen stelen varkens van mij. Huh? Huh? Ik gooi hem bij die gast erin. Zag je dat? Nou, iemand gooide ook in één keer een varken naar mij toe. Dat was echt heel raar. Hoe doen ze dat? Ik kan niet eens in mijn eigen gooien. Mensen kunnen wel bij anderen gooien. Dat is echt raar. Ja, dat was mijn varken. Ik snap het nog steeds niet hoe je makkelijke varken... Wat? Kan. Hij steelt mijn varken! Dan trekken we hem allebei tegelijk binnen, denk ik, of zo. I don't know. Ja, misschien. Hoppa, die krijg jij je meteen erin als je naar achter springt? Ja. Ik niet. Maar dan gaat hij altijd op de rand staan. Ja, nou, vanaf daar kan je hem heel makkelijk erin trekken, hoor. Super beacon. Hey. Deze gast naast mij, die snapt er vrij weinig van, volgens mij. Opa. Ik heb volgens mij of lek, of alles... Oh, twee. Hey, nummer uno. Ik vind altijd die val ik zelf in dit pak. Ik vond wel... Ga je eindelijk bij je eigen soort zitten? Ja. Oh, bedankt. Niet elkaar insluiten, hè? Ik ben wel lekker roze. Oh, dan moeten we wel hopen dat we niet bij elkaar staan. Oh my god, oké. Okay. Sluit die roze gast in. Ja, ik probeer eerst even... Ik schuim hem hier voor jou af. Schat, pak hem hier! Klem hem hier! Oh. Oké, okay, ja. Oei. En meer kan ik niet meer doen. Ik heb iedereen ingesloten verder. Volgens mij heb ik het grootste stuk. En jij? We hebben allebei het grootste stuk. Oké, ik heb gewonnen dit spelletje, omdat ik nog de hele tijd kan door blijven claimen. En ik bovenaan sta omdat ik het meest heb geclaimd. Ja, hopelijk. GG. Ja, oei. Moet je dan ook snel zijn in invullen? Chips, je kan me nog inhalen ook nog. Ja, I don't know. Ik weet niet hoe... Nee, doe maar even niet, ja. Moet je dan ook heel snel invullen of nee, hoe zit ja, dat? Dat kan niet. Je moet gewoon blijven klikken. Jee! Oeh. Wow, kijk hoe ver ik had. Wow. Zie je? Ja, die zwarte die dacht, ga je mijn kant op. Nee. Waarom nou weer dit spelletje? Ik vind deze echt pompom stom. Hallo, begint het of... Oh ja, wacht. Ik moet eerst spannen. Ja. Ja, de vorige keer was echt raar. Iemand die liep gewoon doorheen, springend, en ik ging eerder dood, weet je nog? Ja, oké, dit schiet niet op. Ik ga gewoon hier zo op. Chill. Oh, jullie staan weer met z'n vier rond één zo'n ding. Ja, ik loop wel als eerste naartoe, de rest volgt me gewoon. Die denkt, die meisje moet ik volgen. Die dat meisje of dat meisje? Meisje? Bedoelde. Ik bedoelde dat Holy meisje. Ik verbeterde mezelf, oké? Okay? Ja, jij zei die meisje. Die antwoord. Die...
die auto. Nee, ik had mezelf verbeterd, oké? Ja, nee, oké, is goed. Zeg dat ik me had verbeterd. Die meisje toe. Dat meisje. Jij zei het. Ik ga ja, maar dat was een foutje. Ik verbeterde mezelf. Oh, kikker, ga niet... Oh, schildpad, wat is het? Schildpad. Dit is echt zo... duurt zo lang. Oh, ik sta helemaal tegen de rand aan. Maar nou, weet je wat het slimme is? Als je tegen de rand aan staat, heb je wel overzicht. Hoppa. Oh, daar ging het schildpadje. Hoppa. Iedereen rent. Wees tot er echt eentje langs je en iedereen rent er gewoon voorbij. Ze staan allemaal nu... achter jou, die dingen. Dit is ronde 9. Yeah. Ik ga naar die meisje. Oeh. Wow, oh. Wow, close. Holy chips, die is oh, ver. Oh, shit, ik ben dood. Ja, shit, ik ben dood. Oh, hij is weer helemaal naar de andere kant. Je hebt hem. Oh, tanden moet ook dood zijn. Ronde 14, hè? Ja, je hebt hem. Huh? Hoezo is hij niet dood? Ja, hij was dood. Zag je dat? Ja. Flauw, hoor. Potverdorie, met je bloem. Ah, nee, dit stomme spelletje. Ah, maar kijk dan, we staan ver bovenaan. We hebben nog jij gaat niet weer eerst worden, hè? Dat vind ik gemeen. Dat zou ik nooit doen, dat weet je. Jawel. Ik vind dat een stom spelletje, dit. Ik vind het ook een stom spelletje. Vleermuisjes slaan. Arme vleermuisjes hebben ook een leven. En een nee, ik zit vast in een trap. Ik heb een bonus... Oh, voor een bonusbed krijg je gewoon 4 punten. Ik zit vast! Dubbel jumpen, 2 keer spatie. Ja. Ja, maar ik zit in een spidernet. Ja, dat is je eigen stomme schuld. Oh, hey, bonusbed. Kom maar lekker bij mij. Is hij bij jou gekomen? Ja! Sla die pets in je dan, want er zitten vet veel pets daar. Oh, die zie ik niet eens. Die kan ik niet slaan. Ja, dan sla ik ze wel. Je ziet mij ook echt zo vast. Lang wow, gedaan. Wow! Ik zat ook even te buggen. Hé, hey, hier zit ik. Ben er bijna uit. Hoe lang is deze stomme boon? Kom hier, bonusbed. Yes, ik heb de bonusbed. Ik ga boven... Ja, ik sta bovenaan. Ja, dat had ik al verwacht. Yay! Ah, dat is echt stom. Dat was echt stom. Ik vind deze game ook stom, hoor. Moest ik per se daar vastzitten. Oeh, deze is leuk. Ik ben pink. Alleen ik... Lek! Ik zit vast, kijk dan. Wow, je hoofd zit ook heel raar aan... Is ook heel raar aan doen. Dit is stom. Oké, die groene daar. Ik heb voorlopig geen eens groen meer. Maar ik raak hem wel. Hoe verder je raakt, hoe sneller je door kan gaan, toch? Ik heb geen idee, lieve schat. Volgens mij, hoe meer je raakt, hoe sneller je gaat. Ik wil raak even. Oh! Race. Hoe doe je dat? Of mensen die denken gewoon, ik pak die kleur of zo. Nee, ik had hem geraakt. Wil je wat daar? Oh, net mis. Haha. GG! Kijk wie eerste staat. Kijk wie eerste staat. Een slecht begin, maar een spannend einde, huh? Shit. Ik ben vanuit de server gegooid. Huh? Jezus, je was te goed. Nou, echt? Ja, je was te goed. Nou, wat was de laatste minigame? Ja, die jump, trampoline jump. Oh, ja, dit je is had flauw. Sowieso gewonnen. Dit is flauw. Nou, mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe minigames. Blijkbaar vindt Hypixel mij te goed en gooit ze me gewoon uit het spelletje als je bovenaan staat. Het zal wel weer. Hartstikke bedankt, Hypixel. Bedankt, hè. Gigantisch goede shout-out weer naar jullie. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe minigames. Vergeet te abonneren op mijn kanaal als het eerst mag gaan. Ben superheld. Zeg tegen je mensen tot de volgende keer natuurlijk. En ciao.